Wie een dagje uit vissen gaat bij den oever, loopt kans dat hij een bijzonder rare vangst doet. Hier bevindt zich namelijk de school voor duikers en kikvorsmannen van de Koninklijke Marine. Met een handluchtpomp kan de duiker zuurstof worden toegediend. Ja, maar het eerste plankje. Het eerste plankje. Allemaal. Okay. Bij de oefeningen moeten de leerlingen onder water een kistje in elkaar timmeren. Een karweitje dat niet eenvoudig is, omdat hout nu eenmaal wil drijven. De mannen aan dek staan voortdurend in telefonisch contact met de duiker. Hij kan dan onder andere meedelen dat zijn werkstuk klaar is om te worden opgehaald. De zogenaamde kikvorsmannen worden op verschillende manieren te water gelaten. Zo bijvoorbeeld uit een helikopter. Ook op andere wijze begeven de kikvorsmannen zich te water. Om de val te breken en tevens om uit de buurt van de schroef te blijven, springen ze via een rubbervlot. Tot de taken van de kikvorsmannen behoren verkenningstochten achter de vijandelijke linies en het opblazen van vijandelijke schepen, haveninstallaties en dergelijke. Nadat ze hun opdracht hebben vervuld, worden de mannen weer opgepikt, hetgeen bijvoorbeeld opnieuw door de helikopter kan gebeuren. Een perfecte samenwerking is vooral vereist wanneer de kikvorsmannen weer door de boot worden opgehaald. Hierbij wordt zowel van de mannen in de boot als in het water de uiterste concentratie gevergd. De opleiding tot duiker of kikvorsman is zonder twijfel een van de zwaarste die men bij de Koninklijke Marine kent.